Hoi allemaal, ik ben Arthur Kruisman, meester Arthur. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je zelf een kerstbal kan vouwen. Het enige wat je nodig hebt is een vierkant vouwblaadje. Zelf gebruik ik ook nog wat kleurtjes, een schaar, wat lint. Je kan ook touw gebruiken en een stukje plakband. Leg het vouwblaadje zo voor je neer. Dit is voor mij onder, dat boven, dit links en dat rechts. De onderste punt pak ik en vouw ik helemaal naar de andere kant. Precies op die andere punt. En ik maak een goede vouw. Helemaal op deze manier. En als die zit, vouw je hem weer open. Draai hem een kwartslag om. En vouw je deze punt naar die andere punt. Wat ik nu doe is voorvouwen, zodat strakjes de bal makkelijker opgeblazen kan worden, want we gaan hem opblazen strakjes. Als deze vouw goed zit, vouw je hem weer open en dan draaien we hem helemaal om. Op deze manier en je legt hem recht voor je. Het is nu de bedoeling dat deze kant helemaal naar de andere kant toe gaat, dus dat we hier in het midden een mooie vouwlijn krijgen. Dus de twee punten hier op elkaar, helemaal recht. En dan vouw ik hem netjes helemaal goed. En je vouwt hem weer open. Je draait hem weer een kwartslag. En hetzelfde doen we ook voor de andere zijde. Dus je vouwt weer die twee puntjes op elkaar. En zorg ervoor dat dat netjes gevouwen wordt. Zodra deze vouwen goed zitten, kan je hem eigenlijk strakjes, als de kerstbal af is, is dit de onderkant, dit een zijkant en dit ook een zijkant van de kerstbal. Je kan dus nu al zeggen, ik ga er een kerstboom op tekenen. Of iets anders, een kerstster of stickertjes plakken, wat je wil. Ik ga dat even doen. Zodat mensen snappen dat het een kerstbal is. Uiteraard mag je helemaal zelf bepalen wat je op de zijkanten van de kerstbal plakt, tekent, doet. Misschien vind je het helemaal niet leuk. Nou, dan doe je het helemaal niet. Ook prima. Zodra je klaar bent met het versieren van de kerstbal, kan je het lint eraan maken. Dat moet aan de andere kant, dus je draait hem even om. En dan aan deze kant, of aan deze kant, dat maakt eigenlijk niet uit welke, ga je het lint vastmaken. Daarvoor knip ik een stukje af. Je kan dus ook touw gebruiken, het maakt helemaal niet uit wat je gebruikt. En ik pak even een stukje plakband erbij. Uiteraard kan je ook lijm gebruiken. En ik ga hier zorgen dat er een mooi, op deze manier, als die blijft liggen, ga ik hem opplakken. Stukje plakband erbij. En ik plak hem stevig hier vast aan deze kant. Strakjes met blazen is het wel lastig dat het lint er al zit. Maar dit is, vind ik, de makkelijkste manier om hem nu al stevig vast te kunnen plakken. Zodra het lint zit, kan je hem weer omdraaien. En nu moet je deze twee punten, deze twee lijnen die je hier al hebt in de versiering, een beetje zo naar elkaar doen. En dan zie je hier eigenlijk al, als je deze zo vouwt, dat er een driehoek ontstaat. Zoals dit. Dus ik zal het nog een keer laten zien. Omdat je die voorvouwen hebt gemaakt, gaat het eigenlijk al een beetje vanzelf.
Als je deze twee een beetje induwt, dan krijg je hier een driehoek. En aan deze kant een driehoek. En dan vouw je het zo naar elkaar. En ik vouw het altijd nog even een beetje extra. Vervolgens leg ik hem zo neer en pak ik de eerste flap, deze. En dit gedeelte gaat naar het midden. Dus op deze manier vouw ik hem zo precies tegen die andere lijn. En dan komt die punt weer precies op deze. En de andere kant, deze flap, doe ik hetzelfde. Dus deze lijn komt hier op deze lijn. Precies tegen die andere aan. Zoals dit. Dan vouw ik hem om. En doe ik hetzelfde als net. Deze lijn komt dus hier. Hier precies er tegenaan. En deze punt doe ik weer daar naartoe. Zo. Het lint zit wel een klein beetje in de weg zo, je ziet het. Maar toch vind ik dit makkelijker dan het strakjes op het einde te doen. En op het einde mag het natuurlijk ook. Het is maar net wat jij het handigst vindt. Als je zo het figuur hebt, vouw je dit puntje naar dit middenstuk. Eigenlijk het midden van dit vierkant. Het is een vierkant, hè? Of een ruit, net hoe je hem ziet. Maar dit punt vouw je precies naar het midden. Dus precies op die lijn. Op deze manier. De andere kant doe je hetzelfde. Pak alleen de eerste flap. Dus dat andere deel moet je nog kunnen zien. Vervolgens draai je hem om. En ga je ook weer dit punt naar het midden vouwen. En ook de andere kant doe je weer hetzelfde. Nu heb je aan deze kant het lint zitten om hem op te hangen of het touw. En aan de andere kant kan je deze flapjes zien, die zijn daar open. Het is nu de bedoeling dat we het eerste flapje deze pakken. Die helemaal zo vouwen. Eerst even vouwen. Op deze manier. Dus dit puntje, deze lijn gaat hier tegenaan. Op deze manier. Je vouwt hem. En dan ga je hem hier een klein beetje openpielen. En vouw je hem zo erin. En dan hou je dit over. Aan de andere kant doe je dan hetzelfde. Dus deze lijn gaat daar naartoe. Helemaal op die manier. Je vouwt hem. Daarna doe ik hem hier open. Aan deze kant. En vouw ik hem erin. Dan draai ik hem om en doe ik het aan de andere kant precies hetzelfde. Dus ook weer deze zo vouwen. Beetje openmaken hier bij de opening die er al zit. En ik doe hem erin. Zo. En deze ook weer hetzelfde. Ik vouw hem een stukje open. Enter, zo ziet hij. We zijn bijna klaar. Bijna, maar bijna is het nog niet helemaal. Ik draai hem even zo. En nu pak ik de twee bovenste delen. En die vouw ik op deze manier tegen elkaar. En aan de andere kant doe ik hetzelfde. En nu zie je dat als je hem zo hebt liggen, die zijkanten die ik net heb gemaakt, ook zichtbaar zijn. Je kan dus zelf ook denken, nou als ik hier ben, ga ik de zijkanten versieren. En misschien zelfs deze kanten versieren. Doe maar wat jij denkt dat handig is. Ik vind dit het handigst. Nu is die klaar om geblazen te worden. Aan de bovenkant, waar het lint zit, waar het touw zit, zit ook een gat, zit een gaatje. Je kan daar je mond op zetten, een beetje zo eromheen. En dan blazen. Ik zal het laten zien. Dit is hem.
ik blaas dan hier aan dit gedeelte, voorzichtig. En ik draai hem een beetje om, dan blaas ik nog even verder. En dan, zodra die helemaal klaar is, heb ik een kerstbal. En deze hang ik in de boom. En zo kan je dus je eigen kerstbal vouwen. Leuke bezigheid om te doen. En de kinderen op de BSO heb ik dit al een aantal keren laten doen. En het leukste wat ze vinden is dat opblazen. En dat vind ik zelf eigenlijk ook het leukste van dit figuur. Zodra die klaar is, kan je hem natuurlijk ook nog versieren met allerlei kerstdingen, glitters. Jouw mooi versierde kerstbal zie ik heel graag tegemoet in mijn mail. mail@meesterarthur.nl. Het lijkt me hartstikke leuk om te zien wat jij ervan gemaakt hebt. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Like hem als dat zo is. En abonneer op mijn kanaal als je nog meer van dit soort video's wil zien. Einde van deze video. Tot de volgende video. Doei!